Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatar Lock. Het is de allerlaatste aflevering en ik ben natuurlijk weer met Sander van Gaming SB. Ik heb niet de laatste aflevering gekozen om iemand anders het af te maken. Sander is er nog steeds bij. Je had eventjes een goede Pokémon speler moeten kiezen. Ja, misschien wel hè. Het is tijd voor de allerlaatste aflevering en deze Pokémon League heb jij dus ook nog nooit gezien hoe deze eruit ziet. Nee. Dat is wel leuk. Is voor mij ook al werkt wel lang net geleden. Als in Black and White of werkt het gewoon als in de old school games, zeg maar? Hoe zat het in Black and White ook alweer? In Black and White kun je kiezen. Oh, hier kun je ook kiezen. In de Moon trouwens ook. Hier kan je ook kiezen. Ja, oké, dus het werkt zoals, ja. Niet zoals de oude. Wat ik op zich wel... Gaan we dan allebei hetzelfde doen, of... Hoe wil je dat doen? Wacht. Waarom staat hier al een mevrouw? Wat is de... Ik sta er nog niet in. Nee. Ja, we kunnen ze gewoon zeg maar... Ja, hoe noem je dat? Ja, clockwise. Clockwise, ja. En dan met rechts... de klok mee. Ja, rechtsboven beginnen. In de Blazing Chamber. Oké. Okay. Rechtsboven beginnen, oké. Okay. Ja. Nou, dan noemen we dat. Ik was nog eventjes wat full heals aan het halen. Ik had wel heel mooi... restores. Je moet gewoon middenin erin lopen en dan gewoon rechtsboven. Dus. Ja. Oeh, what the fuck? Allemaal schilderijen. Of zo. Is dit rechtsboven? Oh, zo. Ja, nu zit ik er echt in. Ja, ja dan gaat er nog eens een vrouwke tegen je praten. Nou, nog niet. Oh ja, nu wel. Oh, is dit niet een Team Flaregrind? Malfa? Oh, dat zou kunnen, ja. Zij is Fire Elite 4. Ja. Oké. Okay. En die gaan we dan nu doen? Ja. Als eerste, oké, ja. Een Pyroar begint ze mee. Oh, Fire is wel echt... Ah, ik heb een Molkonijn, die is... Ground, dus dat op zich kan wel misschien. Wacht, hoe werkt... Hè? Oh, je moet niet die schuine deuren pakken. Ah, oké, okay, ik snap. Blazing Chamber. Oké, okay, ja, ik ga wel ook tegen dezelfde. Oh nee, ik ben een sukkel. Oh, wat? Dit is kut. Nou. What happened? Ik was natuurlijk gaan shiny hunten de vorige aflevering. En daarvoor had ik een Sweet Sand Pokémon meegenomen. Maar die heb ik nu niet teruggeswitcht. Dus ik zit nu met een combi van level 19. In plaats van Snorlax van level 68 of zo. Oef. Ja, dat heb is wel echt. Heb je geschreven? Of, ja, of wil je niet restarten? Ik weet niet of ik geschreven heb. Ik denk het niet. Oef. Ik denk het niet. Ja, dat kun je natuurlijk ook niet checken. Nee. Nou, dan gaan we gewoon door. Yep. Dan kun je altijd daarna nog eventjes kijken of je gesaved hebt. Zo niet, dan gaan we gewoon door. En ja. Zo ja, dan, dan niet. Ja, het is ook zo wat als je het met een combi moet doen, terwijl je dat heel makkelijk kan fixen. Ja, precies. We kijken wel even. Oké, okay, Pyroar inderdaad. Oh, deze Elite 4 hebben niet eens 6 Pokémon? Of hebben... Nope, het zijn er maar 4. Hebben ze dat in andere games ook niet? Jawel, toch? Niet in altijd 6. Meestal 5. Maar 4 is wel heel weinig. Ja. Dat, nou ja, dat dacht ik dus ook. Maar... Oeh. Wow, jammer, 2 full restores? Kom op, man. Ja, hij gaat waarschijnlijk full restore, dus ik ga ook full restore doen. Haha. Oh, hij doet het ook nog echt, dat had ik niet gehoopt. Daar hoopte ik eigenlijk niet op, maar... Oh, oeps. Dat was foutje. Dit per ongeluk speed-up. Nou, dat zal ik niet meer doen. Hoezo doet hij voor je zoveel? Gast, doe even rustig aan. Je bent gewoon een dikke spie aan het wezen en dan ga jij dit doen. Daar ben ik echt boos van, nee. Nee. Want niet eens meer een Diggersby wezen tegenwoordig. Gaat hij ook natuurlijk nog als een Fully Stores gebruiken, zowat? Oh. Doe ik het weer? Azumarill is dood. Oeh. Azumarill, oeh.
Die heb je nu ook nog het hardst nodig ook. Ja, dat is mijn beste Pokémon. Ook nog. Ai. Hyper Voice. Maar Hyper Voice is toch not very effective? Waarom doet het dan zoveel? Hyper Voice is normal. En normal tegen ground is altijd not very effective. Merk ik weinig van. Okay. Goed, de Chandelure is dood. Oh, Chandelure. Daar ben je aan dood gegaan. Mm-hmm. Ja, een dingetje. Mijn combi gaat evolueren. Ja, nou ja, dat... dat kan. Nou, heb ik wel een keer... als ik iemand moet opofferen, dan... Hé, hey, dat is waar. Dat bekijk het wel lekker positief. Dat op zich. Oké, okay, ik ga mijn body slam killen dan maar. Hyper Voice, ja, misschien doet dat bij mijn... Call or... zaakjes Minecraft wel heel veel. Ja. Yeah. Het zou leuk om zijn naam uit te spreken. Gewoon puur omdat het kut is eigenlijk. Ja, dat vindt hij leuk, hè? Werkt Earthquake op een Chandelure eigenlijk? Die heeft Levitate zeker, of niet? Ja, volgens mij heeft hij Levitate, ja. Ja, nee, dan gaan we dat niet riskeren. Oké. Okay. Ja, het is echt... Zeg maar, Molkonijn... Het is een ground type. Dat is het voordeel, maar het nadeel is hij is trash. Tja. Dus heb ik er wat aan? Nee. Mwah, mwah. Heel erg twijfelgevalletje dit, of ik er wat aan heb. Ah, ik kan die earthquake van die Torkoal ook wel tanken, dat is wel fijn. En dan doe ik zo'n earthquake. En dan doet het waarschijnlijk helft. Oh, het doet ook nog echt de helft. Ik zal op jou wachten voordat ik de tweede ga verslaan, ja? Ja, is goed. Oké, ik ga nog een earthquake. Dan ben ik sowieso eerst. Oh, ik moet natuurlijk ook oppassen met mijn earthquake, want... Die heb je maar 5 pp, zeker? 10, maar 10, oh. Ik heb geen eaters of iets gekocht. Hmm. Ik heb er wel één. Ik ga... Wel alvast spieken we de flood chamber. Dus een water gym. Even een water elite voor. Hebben we geen water gym gehad? In deze game? Dat weet ik even niet meer. Denk nee, niet. Nou, oh, niet dan. Vaak is dat niet zo, toch? Nee, volgens mij niet. Oké, één voordeel. Als er veel restores zijn natuurlijk verbruikt... Dus ik kan rustig healen. Zonder dat hij ook gaat healen. Tegen welke Pokémon ben je nu? Talonflame. Maar die is voor mij het lastigst. Hm. Want ik kan mijn Earthquake nu niet gebruiken. En die Brave Bird doet vet veel. Nee, je hebt geen rockaanval? Nee. Ja, met een crit is hij dood. Ik kan... Met mijn surf is hij ook dood. Nee, hij is eerst. Dat moet ik niet gaan risken. Denk ik. Nee. Oh, ik moet eventjes iemand anders inzetten. Maar nee, de meeste zijn not perfect. Ja. Beetje risky move dit. Ja, Brave Bird. Ik denk dat ik gewoon zo'n Brave Bird ga stallen, want dan killt hij zichzelf wel. Dat is misschien haast nog een beste manier. Doe wat je niet laten kunt. Hey, als hij zichzelf wil killen, go ahead. En wat zeg jij dan? Eagles. Dat dacht ik. Ik weet niet wat dat is of waarvan, maar ik weet dat het iets is. Oké. Okay. Dus, ja, ik heb het ooit een keer gehoord, dus... Ah, oké. Okay. Chandelure. Ja, ik denk dat ik hier gewoon voor bad guy ga en dan zo'n dark type move. Dat. Ja. Crafty is duidelijk beter dan Bunnelby. Of Diggersby. Bijna hetzelfde. Als je naar stats kijkt,
ene heeft trash stats, de andere heeft trash stats. Ja, dat is wel zo. Oké, Chandler, ga even dood. Ga even niet mij confuse ook eigenlijk. Oh. Kijk, mijn Scrafty is goed opgevoed. Hij doet gewoon niet confuse deze. Zoals het hoort. Zoals het hoort, precies, ja. Snapped out of confusion. Oh, wat ben je een held, Scrafty. Mijn held. Hier zit je. In mijn hart. Nou. Hey, Maltava. Of Malta, of Malva, weet ik het. Je bent niet hier. Malta is een land, dus dat zal wel niet. Dat is zo heet, maar. Dan loop ik alvast naar de gymleader. Of naar de elite volgende elite voor toe. Ja, is goed. Ga je gang, dan loop ik nu ook naar de elite voor toe. Volgende. Moet echt nog wel eventjes healen, maar. De water, bitch. Water? Ja. Water? Wil je me vergiftigen of zo? Nee, maar echt. Water is echt kut voor mij. Ik heb geen gras. Of elektrisch natuurlijk. Ik had ooit een lantern. Ja, of een Emolga, of een Pikachu. Of, Doe nou niet die Pikachu. Nee. Ik vind die haast nog minst erg, want... Die Ampharos, die was het ergst van de Electric Types. Yeah. Al wel, ja, misschien Lantern, omdat ik toen ook al een Greninja was verloren. Maar, ja. Glowitzer. Wat gebeurt hier? Wow, is dat nou water? Oh, daar komt water uit. Ah, wow, hoezo heeft dat beest nou weer Dark Pulse? Oké, ik ben nog niet dood, dus niks aan de hand. Maar ik vond het niet eerlijk. Dat wist ik niet, nee! Ik ging dood door recoil. Wow. Recoil? Ja, van Woodhammer. Ik had nog opgezocht of er nog iets aan Woodhammer zat, maar er stond niks bij van recoil, maar blijkbaar had hij recoil. Misschien is dat veranderd. Nee, want ik heb bij Gen 6 gekeken, dus... Oh, nee, dan raar. Ik haat dit spel, echt zo. Ja, dat is kut. Nou, dat is ook wel een beetje je eigen. Nee. Nee, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. En ik wist ook niet, en ik kon ook niet weten dat die Clawwitz er opeens Dark Pulse had. Heeft hij ook Ice-type, eigenlijk? Dat weet ik niet, want hij was wel dood naar die Woodhammer. Hij heeft iets van Ice Beam. Ja... Ben ik ook nog geflinched? Deze game haat mij echt met alles wat hij in zich heeft. Maar is hij ook Dark-type? Ja dan, zeker. Anders heeft hij toch geen Dark... Nee, ik ben al bij de Gyarados inmiddels, hè. Nee, maar ik bedoel die Clawitzer. Oh. Is hij ook Dark-type? Ik denk het niet, want anders was hij wel super effective. Volgens mij is hij dat niet. Water Pulse het ook veel, man. Toen kan ik toch best met Bad Guy gaan. Water Pulse, please, tank it, tank it. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Crunch. Doet dat de helft? Ah, hij is al over de helft, dus hij hoeft niet eens de helft. En dat doet hij ook. Hij doet meer dan... Iets minder dan de helft. De volgende Gyarados, die heeft een ijsaanval. Dan weet je het alvast. Hey. Ja, dat wordt balen. Oké, dus dan moet ik... Niet mijn dingetje. Dazzling Gleam. Nee! Miss Crafty. Ik denk Dark. En ik denk hij is psychic, dus hij kan me niet hitten. Tuurlijk, ik ben fighting, maar hij is psychic, hij hoort me niet te kunnen hitten. Wie is er psychic eigenlijk?
Starmie, god. Sorry. Sorry dat ik je PG Microserver nu verneuk, maar... Huh? Nee. Ja, nee. Nee, maar... Dan ga... Zeg maar... Kijk, Jason Starmie is het probleem niet. Alleen die Gyarados, dat wordt straks vooral het probleem. Of gaat die Mega evolven? Want dan wordt die... Nee, die Gyarados Mega evolved niet. Die Gyarados heeft al 2 keer gecrit op mij. Dan alsnog blijft hij trouwens de ice ding. Nee, doe nou niet light screen. Dan noem mijn wauw, en dan ook nog Frozen. Wat een kutspel, zeg. Jezus. Echt, hè? Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Een crit? Gast! Oh, ik ben blij dat ik op 17 HP leef, maar eigenlijk ook weer niet. What the fuck? Waarom... Waarom kan een Starmie Dazzling Gleam? En dan ook nog mis! Wat een dievenspel, echt! Wat is een Barbaracle? Dat is een rockwater Pokémon. Rockwater, nee! Waarom ben ik mijn bad guy verloren? Rock, is dat super effective op Steel? Nou, dat is super effective op Bug. Ah, wat... Ah, wat... Gyarados doet ook nog Dragon Dance. Ah, en ik mis weer! Ik haat dit spel zo erg dat ik erom moet lachen. Ik denk dat ik ga verliezen. Ik ook. Oh, dat is deze gozerd! Met die armpies! Zeg het dan meteen. Oké, Swanna is ook dood. Ja, ik ga het niet meer halen. Dat kan ook niet. Deze kan ik nog proberen. Mist! Wat... Wat een miracle. A miracle. Oh, hij heeft al 3 keer gedragon danced. Dit gaat nooit goed aflopen natuurlijk. Oké, ik hoef alleen nog die Gyarados volgens mij, want ik heb al 3 gehad. Of deze gozer 12-5. Doet hij weer voerenstor? Oh. Ik heb nog een super... Of geen voerstoor gebruikt natuurlijk bij mij. Waterfall, oké. Mijn molkonijn is dood. Hij heeft al bij mij al 4 keer gedragon dance. Hij gaat me zo meteen sweepen. Ja. Ik ga nu ook dood, denk ik hoor. Oh, Gyarados is dood, maar ik moet er nog 2 Pokémon. Ah, ik kan hem supersonic. Ik doe gewoon Hurricane. Hopen dat ik eerst ben. Dragon Dance. Ik heb volgens mij nu speed plus 6. Hij gaat natuurlijk nu full restore doen. Nou, ik ga gewoon Hurricane. Ja. Wat kun je hier nou tegen doen? Hij gaat nu waarschijnlijk de hele tijd Full Restore en Dragon Dancen. Kan ik niks tegen doen. Jouw Mega is ook dood. Ah. Ik heb alleen nog Reuniclus. Ah, it's fang. Fucking fuck. Tot zover de AdSense van deze video. Nee. Gelukkig was die er niet. Maar... Ik ben gewiped. Ik ga ook gewiped worden. Duurt niet lang meer. Wat een anticlimax. Je denkt nu misschien... Sander, die had je makker kunnen healen, maar ik was... Zeg maar, Burmy was sowieso 1-hit KO. Mijn enige kans is nog Stalman misschien. Ja, ik ga wel gewoon nog mijn best doen. Wie weet haal ik het nog. Maar ja. Waterfall. Oh ja, tuurlijk. Water is super vet. Ja, dan ben ik dood. Oh nee, niet eens. Oh, dat is nieuw. Ik ben een salty. Ik ben ook salty. Ik ben echt salty. Maar dat komt al omdat ik zo dom ben geweest om Snorlax niet mee te nemen. Ja, maar had je met Snorlax kunnen winnen, denk je?
Nou, dan had ik wat makkelijker kunnen switchen misschien. Ah, oké. Okay. En ik had Azumarill ook helemaal nog niet kwijt hoeven zijn, maar omdat ik gewoon dacht van ik sweep de eerste gast, zeg maar. Ik had het wel kunnen voorkomen hoor, maar... Ja. Hey, ik ga ook dood. Ik heb alleen nog maar mijn Cole Orb. Heb jij nog genoeg Pokémon's voor een nieuw team? Of zeg je van... Nee? Nee. Ik heb Absol, Excavalier, Zigzagoon... En nog een Cup Pokémon. Ah nee, Kangaskhan, dat is geen Cup Pokémon. Maar dat zijn mijn enige 4 Pokémon. Ja, dan denk ik dat we en hier gewoon... En to be honest, ik ben er ook wel klaar mee. Ja, ik ook. Pokémon zijn veel help. Ja. Nee. Goed, wat een anticlimax. Maar we zijn er wel klaar mee. Wat kut is dit, zeg. Weet je, deze serie was hij gewoon al de hele tijd... naartoe aan het werken. Met alle klote devs die we hebben gehaald. Ja, dat klopt. Ik denk dat deze serie gewoon zocht naar een eind. Dat denk ik ook. Mensen die deze game makkelijk noemen, hè. Ik maak je kapot. Ja, maar een casual run van deze game is ook best makkelijk. Ja. Dat zie je wel, want die gym leader, of die Elite 4 heeft maar 4 Pokémon's allemaal. Ja, dat is waar. Maar goed, iedereen bedankt voor het kijken van deze Avatarlog. Sander, heel erg bedankt voor het meespelen. Waarin we waarschijnlijk veel enthousiaster zijn en veel meer zin hebben om ook echt de game nog te spelen. Behalve de eerste anderhalve uur aan tutorial. Maar goed, in ieder geval allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Sander, heel erg bedankt voor het meespelen. Ik hoop dat iedereen op jou gaat abonneren. De link zit in de beschrijving. We willen nog een Avatarlog gaan doen, dus ik ga ervan uit dat hij er ook gewoon gaat komen. Ja. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende Avatarlog. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios.